Goedemiddag, het is lang geleden dat ik een filmpje gemaakt heb. Ik heb een nieuw machientje gekregen van Abigail en Georgie van de Lukoil. Dat is om spetzel te maken. Dus dat is een soort noedels. In Roemenië noemen ze dat bij nokedli of zoiets. Dus wat is dat? Dat is, ik heb het deeg al gemaakt. Dat is bloem met eieren. Beetje melk, ik heb een klein beetje room mee gedaan. Het is mijn eigen recept. Dat ik, zo'n beetje... ik heb er dan zout bij gedaan, een beetje nootmuskaat en kurkuma. Hier staat er nu water te koken op een licht vuurtje. Dat is al opgekookt, nu staat dat gewoon op een licht vuurtje te koken. Het is een soort pasta eigenlijk dat je maakt. Dus ik heb geen handschoenen en een mondmaskertje aan, want ik woon alleen en er komt hier niemand anders binnen. Dus voilà. Wat dat ik doe, hier zit er water, zout en een beetje olie in. Ik ga nu eerst, omdat dat dan makkelijker schuift, dit ding een keer erin steken. Zie je? Zo. En dan schuift je dat er weer in. En dat zet, het is hier zo'n een randje aan, dat kun je, en dat houdt dat vast op je pot. Zie je? Dan moet je met een spatel, en die ook even erin steken. De mengeling van boven erin doen. Dat is eigenlijk ook een goedkope manier om een soort pasta te maken. Hè. Dus wat moet je hebben? Bloem, eieren. Je kunt dat ook met water doen. Dan moet toch geen melk in. Hè. Je kunt dat ook met water doen. Er staan, ik weet niet hoeveel receptjes op YouTube. Moet maar een keer kijken. In Duitsland, like in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, in Frankrijk en in de Elzas geeft dat ook, dat noemt spetzel. Dus S-P-A-T-Z-L-E geloof ik, spetzel. En in Hongarije noemt dat nokedli. En dan, dat zit hij van boven en nu moet je gewoon weg en weer gaan. Kijk, en die druppeltjes, die vallen in het water. Kijk, het is ook de eerste keer voor mij, het is een... experiment. We zorgen dat er allemaal ongeveer in zit. Voilà, dat zal ongeveer wel goed zijn. Een keer die dingen spannen hier ook. En die onderkant. Hup. Ik weet niet of je het goed kan zien, ik ga de camera wat dichter brengen. Ja, en dan kan ik een ding losmaken en zo. Nee, dat gaat niet. Nou, er is een manier, maar ik weet het niet. Hoor. Dus. En nu moet dat eventjes naar boven komen. Zie, dat zijn allemaal gelijk bolletjes. Pasta nu. En we gaan dat even laten opkomen. Dan moet een minuutje of drie hebben. Dus ik ga dat dan overscheppen hierin. En normaal kun je dat dan direct gebruiken. Wat wil je doen? Je kunt dat klaarmaken met een beetje spek en champignons. Dat is hetgeen dat ik ga doen, denk ik. Maar ik ga ze nog niet direct klaarmaken. Maar ik ga ze straks in een pan. Dus met een beetje spek en champignons. En nog een stukje vlees erbij. Ik weet het nog niet wat. Dus maar dat doe ik nu over in een ander recipiënt. Spoelen met koud water en dan een beetje olie erdoor, dat dat niet plakt. En dan kan ik dat langs de kant zetten onder een folieke. En kan ik dat gebruiken voor in de pan. Dus de volgende filmpje zal zijn hoe dat ik er een receptje ga uitbouwen. Oké? Okay? Tot later!